Kids, welkom bij deze nieuwe video hier op Random Saturday. Ik ben WolfBullet, ik en Niek. En vandaag gaan we lekker tot Modern Warfare spelen. Ik weet het is al van gisteren uit, maar gisteren kon ik nog niet echt spelen. Jullie zien wel, ik ben al over 5000 dat Andy hier is geweest en Andy heeft al gespeeld. Maar ik ga nu mijn eerste effectieve full game spelen. Dus ik heb al wat loadouts. Hier de submachine gun, de AUG is al wel geleveld. Dus we gaan zien op wat we komen. Mijn filter staat gewoon search and destroy uit. Dus ja, we zien wel waar we belanden. En ik zie jullie in het potje. Tot daar. En als jullie nu al leuk vinden, vergeet niet te liken en te subscriben. En even dat belletje aan te zetten. Tot in het potje. Oké, dit is een man dat ik nog nooit heb gespeeld ook in de beta. Dat wordt heel wat. Ik weet niet of dat de AUG hier zelf goed op werkt. Maar we zullen zien. Het is zo te zien 10v10 TM. Oké, dat kun je dus niet over. Ik ken deze map heel maanden, dus het wordt heel vreemd. Dit gaat waarschijnlijk wel open. Of toch niet. Oké. Nog 4 kunde. Oh, oké. Rip aim. Ik moet echt nog heel veel gewonnen worden. Dit is echt het eerste potje dat ik speel, buiten de beta. Je moet ook alles nog gewonnen worden. Ook deze game is veel slower paced dan dat ik gewoon ben. Wat ook nog eens heel anders is voor mij, want ik ben niet zo een slow paced speler. Ah, dammit. Dat zou ik misschien bij hem kon raken, maar kijk, zo ben ik dus niet. Ik moet wel nog echt gewoon worden aan de sensitivity. Maar ik ben niet zo'n afwachter. Dat kan ik niet. Ik ben niet zo'n speler. Man. Be advised, enemy personal radar active. Enemy personal radar is het. Kills rechts. Oh. Oké, mooi. Even kijken. Toen even terug lager zetten. Enemy cluster strike incoming. Find cover. Cluster strike. Gezellig. Kom gelukkig niet hier. Als het goed is. Oh shit. Failure is unacceptable. Daar nog heen. Oh wauw. Oké. Er zal nog één achter mij blijkbaar. Ja, ik heb dus eigenlijk echt nog heel weinig gespeeld bij de beta. Het voelt ook echt terug heel anders dan de beta. Ook het is een volledig andere map. Ook er wel veel mee te maken kon hebben. Ah. De sensitivity is echt snel. Hoe snel dat ook, volgens mij is dat in Black Sphere een stuk trager. Enemy at the destroyed building. Oh. Trager. Enemy in barrel. En ik ben opeens heel week. Ah, dammit. Man, dat is vreemd. Dit is even verlagen. Oh, ik loop zo. Oh, dit wordt. Echt, jullie weten niet hoe hard ik hier aan moeten wennen. Oh, stonden rond mij. Dammit, dat wist ik niet. Dat is allemaal rond mij stonden. En mijn boxje. Wat is. Oh, ik ga hier zo aan moeten wennen. Oh. Nice. Ah, stun. Juist, hebben we ook nog. Stuns. Helemaal vergeten. Oh. Oh. Ah, zat in ben. Oké, twee zelf. Ah, dat is zo anders. Echt een volledig andere vibe dan. Friendly UAV on. Be advised, enemy personal radar active. Enemy in the riverbed. Hoe zitten jullie hier nog en span ik hier? Contact! Er blijft er een helemaal van achter. Enemy at the windmill. Huh? Oké, we zijn ze kwijt. Ah, jullie zien ook wel, ik ben helemaal niet gewoon deze soort kots te spelen. Daar kon ik direct niet over. Enemy at the barrel. Enemy VTOL jet in the AO. Zalig, zijn er VTOL. Enemy personal radar. Enemy at the window. Oh, ik denk ik ben met een SMG bezig eigenlijk. Het lijkt niet op een SMG, maar het is wel een SMG. Dammit! Ah! Zo vreemd! Dit ligt echt niet in mijn feest. Dit is echt mijn snelheid niet. Maar ja, het wordt wennen. Er is geen andere keus, dus. Ze zijn ook zo snel dood, hè. Nee, skip is vierkantje. Mijn Black's 4 kon ook op X drukken. Hier blijkbaar niet. Hier, we gaan nog eens terug, eens kijken. Ja. Ik ook. Oh, deze aim. Oh, wat? Hoezo twee kogels? Oké, dat lijkt echt dat hij maar twee kogels schoot om mij te killen. Blijkbaar niet. Geen is deze game mode veel rustiger aanpakt, maar echt veel rustiger. En daar ben ik echt niet goed in. Rustig zijn. En rustig spelen. Ja. Ik ben veel liever. Jullie kennen waar hoogstwaarschijnlijk is. Oh. Ah, dammit, naast mij. Dat wist ik niet. Jullie kennen hoogstwaarschijnlijk wel hoe ik graag speel. Advanced Warfare style. Gewoon gaan. Dat is meer mijn ding. Maar ja, hier gaat dat gewoon zo goed als niet in. Oh. This is our fight. Stay focused. Dat is heel vreemd voor mij. Allee! Ik zag hem echt ook bijna niet. Oeh, dit wordt serieus wennen. Ik vraag mezelf af of ik positief ga staan. Oh. Nice killsteal. Oh, ik kan hier ook nog. Er is ook nog echt heel veel wennen aan de map. Want deze map kan ik echt helemaal niet. Doorpushers kijken dat ik kan flanken. Enemy at the barrel. De barrel, wow, weet ik veel waar dat is. 13 kills, niet zoveel. Maar voor mijn eerste potje is het niet goed. Vind ik zelf ook niet, maar ja. Het ligt helemaal niet aan Mijn speelstijl, ik ben ook in vergelijking met al de rest, zit ik ook, kijk, ik ben level 5. Ik ben de op 2 na laagste, nee op 3 na laagste, die allemaal level 4 zijn, ben ik de laagste speler. Nee, daar is er nog even level 5, maar... Ik stond zelf niet eens positief, dus... Dat was mijn eerste potje, jullie gaan zien. Dit wordt voor mij een heel grote verandering, maar echt een heel grote verandering. Want, nou, bij World War 2 had ik ook echt heel veel problemen mee, omdat het ook zo slower paced was. En dat ligt niet, dat is niet mijn ding. De slower paced games. Shotgun ga ik toch niet gebruiken. M4A1, nice, oké. Oké, we hebben dus al wat wapens unlocked. Heb ik eigenlijk nog iets op dit wapen unlocked? Ja, inderdaad, een muzzle. 1 down sight speed, aim, walking, sadness, melee quickness. Goeie. Precision, 1 down sight speed. We kunnen een keer proberen. Hier ook, heavy hitter, melee stun power, ja, maar ik melee toch niet, want ik vergeet dat. Dus ja. En hier zit het. Bij is een Black 4 was het driehoekje om scoresfreak in te doen en nu is weer rechterpijltje. Dus ik weet, ja, ik denk dat ik gewoon mijn rechter terug naar rechterpijl, want melee doe ik toch bijna niet. En scoresfreaks halen doe ik hopelijk vaker dan melee. Hoop ik echt. Ja, nee, staat nog niet. Staat niet goed. Hey. Maar ze moeten, of zit dat niet goed genoeg? Oh, is dat niet ver genoeg? Maar hetgeen is, hier zit er ook. Ah, kijk, voilà, is gemapt. Oké, dus mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Hopelijk hebben jullie toch een beetje genoten. En gaan jullie samen met mij de journey doen van de aanpassing. Want dan wordt het echt. Dus bedankt voor het kijken. En hopelijk in de volgende, zie ik jullie in de volgende video. Peace. Now, what's your vision?